Ik heb zeker een goed lijf voor bobsleeën. Ik ben niet al te groot. Ik heb redelijk veel kilo's mee te nemen. En daarmee kan ik heel goed een slee op gang brengen. Voor het bobsleeën zijn mijn benen het belangrijkst. En daar werken we dus ook het hardst mee. Dus al onze krachtoefeningen zijn ook heel erg gericht op onze benen. En je kan ook de buitenkant zien. Deze string die is ook zeer ontwikkeld bij ons. Het is daarentegen wel lastig spijkerbroeken kopen. Maar daar heb ik er graag voor over. Dat is de explosie van de start en dat is het mooiste van de sport. De starthouding is als volgt. Ik doe even de viermans. Hier naast me staat de slee. Ik sta aan de linkerkant. Dan heb ik hier een duwbeugel voor me. Dan sta ik op mijn tenen op het randje op de balk en dan ga je naar je starthouding. De billen zijn voor mij erg belangrijk. Zij geven uiteindelijk de kracht door vanuit mijn benen naar mijn buik, naar mijn bovenlijf. Dus eigenlijk wat wij willen is dat je start. Vanaf je teen tot op je schouder één lijn maakt. En dan zie je dat die billen daar heel hard moeten werken om een mooie lijn te maken. Ik denk dat mijn innerlijk en uiterlijk ver uit elkaar liggen. Ik ben van binnen veel meer een zacht persoon, niet graag in de voorgrond. Terwijl mijn lijf misschien groot genoeg is om wel naar die aandacht te schreeuwen. Ik denk dat ik soms niet toegankelijk ben daardoor voor mensen, terwijl dat absoluut niet de bedoeling is. Uiteindelijk is dit het lijf wat mij alle successen heeft gebracht. En daar ben ik trots op.